Welkom bij GP Recap, de serie waar we het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen even met beetje doornemen. Vergeet ook niet te abonneren als je dat al niet gedaan hebt, want dan ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Max Verstappen heeft van dokter Helmut Marco geen toestemming gekregen om in september deel te nemen aan de 12 uur van Nürburgring. Max liet weten een verbod van de Oostenrijker gekregen te hebben, en nu legt Marco op zijn beurt uit waarom hij geen toestemming verleent. Eerder maakte Red Bull al bekend dat de reserve- en testcoureur Ricciardo zijn kunsten op de Noordslijven zou gaan vertonen tijdens een heuse demo-run op het iconische circuit. Ook zal Vettel voor het eerst in tien jaar tijd weer achter het stuur van een Red Bull kruipen. In dus de oude vertrouwde kleuren, waarmee Vettel zo succesvol werd, zo maakt Red Bull bekend. Verstappen had het wel zien zitten om in september ook een bezoekje aan het evenement te brengen en daar net als Ricciardo en Vettel een demo run te rijden. Hij vertelde tegen Autosport dat hij heel graag wil, maar niet mag van Helmoet Marco, omdat hij dan de limieten op zou zoeken en dat zou mogelijk onnodige problemen veroorzaken. Nadat Verstappen in de media verteld had dat hij er van Marco niet bij mag zijn, heeft de adviseur besloten om er even meer tekst en uitleg over zijn beslissing te geven. We kennen Max natuurlijk allemaal. Ten eerste zou hij checken waar het record op zou staan. Natuurlijk wil hij dat record dan niet met slechts één seconde verslaan. Deze auto's zijn niet bedoeld om records te verbreken, het is gevaarlijk. Al dus Helmut Marco tegenover Automotor Sport, Lewis Hamilton werd afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Canada derde achter een dominante max verstappen en een sterke Fernando Alonso. De Brit is van mening dat Red Bull alle races kan winnen en dat de huidige reglementen Mercedes niet gaan helpen om het gat te dichten. Tijdens de persconferentie na de race in Canada krijgt Hamilton de vraag of hij zich irriteert aan de dominantie van Red Bull en Verstappen in 2023. Het is geen frustratie meer als het dat ooit al was. Je weet hoe het is en je weet waar je voor staat. Ik kan niets doen aan hun huidige prestaties. Het is waarschijnlijk dat ze dit jaar elke race zullen winnen tenzij Aston Martin en wij de prestaties van de auto's verbeteren of hun auto niet finisht. Tot nu toe heeft Red Bull alle acht races gewonnen. Mercedes heeft de afgelopen twee weken echter wel indruk gemaakt, iets wat ook Hamilton ziet. Toch zorgen de recente upgrades er volgens Hamilton nog niet voor dat ze Red Bull kunnen uitdagen. Eigenlijk is er qua gevoel geen enorm verschil met het begin van het jaar. Er zijn een paar elementen van de auto die anders aanvoelen dankzij de upgrade, dat is duidelijk. Maar het is gewoon een beetje meer downforce op de auto. De karakteristieken van de auto zijn heel erg vergelijkbaar met dat we eerder dit jaar hadden. Qua karakteristieken is het zeker nog niet de auto die de Red Bull kan verslaan. Dus daar moeten we aan werken. Het is niet makkelijk met de huidige reglementen om de hoeveelheid prestaties te vinden die zij hebben qua voordeel. Ze moeten wel 30 punten voorsprong op ons hebben op bepaalde punten in de ronde. Max Verstappen liet tijdens de Grand Prix van Canada weten dat hij mogelijk een vogel zou hebben geraakt. Christian Horner bevestigt dit in een gesprek met ESPN en bijzonder genoeg bleek na afloop dat het dode vogeltje de rest van de race in de RB19 achtergebleven was. Zijn grootste moment was toen hij een vogel raakte die de helft van de race achter zijn duct aan de rechter voorkant zat. Een zeer, zeer gecontroleerde race van hem. Horner krijgt nogmaals de vraag of het daadwerkelijk zo was dat de vogel vast zat in de auto van Verstappen. Hij zei: Ja, de overblijfselen van de vogel. Al dus Christian Horner. De FIA World Motorsport Council is bij elkaar gekomen om met elkaar te vergaderen. Tijdens die gesprekken zijn een paar belangrijke punten ter sprake gekomen. Die hebben vooral betrekking op de veiligheid rondom races in alle raceklassen die onder de FIA vallen. Aanleiding was onder meer een incident tijdens de Grand Prix van Spanje met mensen op de grid, waaronder voetballer Neymar Junior. Dit jaar heeft ook de FIA al een paar incidenten gezien omtrent races. Het autosportorgaan haalt zelfs twee voorbeelden aan. Tijdens de bijeenkomst werden een aantal veiligheids- en beveiligingskwesties bij evenementen aan de orde gesteld. Er zijn incidenten geweest met invasies van het publiek tijdens de Grand Prix van Australië in maart... ...en een ander incident met gasten die aan de rand van de startgrid bleven staan tijdens de formatie van de Grand Prix van Spanje eerder deze maand. De FIA is nog in afwachting van het resultaat van het onderzoek rondom de Grand Prix van Australië. Een onderzoek dat aan het einde van juni afgerond en gepubliceerd zal worden door de organisatie van de Grand Prix. Het beschreven incident in Spanje heeft onder meer betrekking op Neymar Junior, die met wat andere bekende mensen nog op het gras bij Start/Finish stond toen de coureurs aan hun opwarmingsronde begonnen. Dit is vanzelfsprekend niet de bedoeling en kan gevaarlijke situaties opleveren. FIA-president Mohammed Ben Siriam zei het volgende erover. We moeten lering trekken uit het incident tijdens de Grand Prix van Spanje. Stefano Dominicali heeft de Via verzekerd dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het incident zich niet herhaalt. Ja, dat was hem weer, de fans Recap. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten. En abonneer als je altijd op de hoogte wil blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Doeg!